Ja, en toen kwam eigenlijk op de terugweg vanuit de Alpe d'Huez, kregen we een telefoontje vanuit Breda met de vraag van, goh, zouden jullie dat in Breda willen organiseren? Breda nu. Zo'n mooi evenement als Swim to Fight Cancer heeft natuurlijk een oorsprong. En ik sta hier bij de initiatiefnemers Theo Dekker en Nathalie van Ooijdonk. Theo, hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Ja, ik heb in december 2017 mijn jongere broer en mijn ex-vrouw verloren aan kanker. Toen ben ik de Alpe d'Huez gaan doen. Een geweldige ervaring samen met haar man. Hebben de Alpe d'Huez gedaan en ja, dat heeft zoveel indruk gemaakt. Heel veel mensen zeiden toen ook tegen mij van, god, dat jij dat kan en ik zou ook wel heel graag zoiets ook willen doen. Ja, en toen kwam eigenlijk op de terugweg vanuit de Alpe d'Huez, kregen we een telefoontje vanuit Breda met de vraag van, goh, zouden jullie dat in Breda willen organiseren? Vanuit Fight Cancer. Ja, dat was natuurlijk een 1-op-1 kans die we niet konden laten liggen. Dus toen zijn we er ook meteen vol in gedoken. Wat was jouw drijfveer, Nathalie? Ik heb vorig jaar mijn vader verloren in 4 weken tijd. En dat was een diep verdriet. En toen belde Theo van, nou, het is een kans, dit gaan we doen. Maar ja, niet zonder jou en ik niet zonder hem. En ik had zoiets, ja, we kunnen in een hoekje gaan zitten huilen. Maar we kunnen het ook omzetten in daadkracht. En we zijn eigenlijk begonnen en het is een flink rijdende trein geworden met heel veel energie. Het begin was bij de Tour du Jour. Wij zaten bij de Tour du Jour met Daan Kwaars, de wethouder van evenementen en sport in Breda. En Limor Noach van Fight Cancer. En toen kwam het idee van hoe gaan we dat dan doen? Ja, en dan ga je zitten denken en dan ga je zitten puzzelen van hoe kunnen we dat nou doen? Nou, dan loop je eens door de singles en door de haven en dan zeg je ja, maar dit is de plek. En dit moeten we zo gewoon in Breda doen. Wat heb je voor ogen 1 september? Waar verlang je naar? Wat denk je dat het moet gaan worden? Nou, we hebben grote dromen. Mooie dromen. Ja, 750 deelnemers. 500.000. Maar we gaan door. En alles wat er nu is, was er vorig jaar niet. Dus is al meegenomen. Dus vorig jaar hadden we nog niks. Geen zwemmers, geen geld. Dus dat is al binnen. En druk gaat het worden en gezellig. En met jullie enthousiasme moet dat zeker goed gaan komen. Ik wens jullie ongelooflijk veel sterkte en succes. En ik hoop dat jullie enthousiasme omgezet wordt. Niet alleen in het geld, maar ook in een prachtig evenement. Dankjewel. Breda nu.